Afgelopen nacht werd hier bij het buurthuis van de Turkse vereniging Verzam een Molotov-cocktail naar binnen gegooid. De schade valt mee, maar toch zit de angst er goed in. Maar dit is een gewoon terroristische aanslag, zeg maar. Want we zijn hier al in Noord 26, 27 jaar. We hebben geen enkele probleem gehad. We hebben allemaal goed omgegaan met de buren, zeg maar. Dus het kan wel een terroristische aanslag zijn. Kamerlid Tuhanan Kuzu komt polshoogte nemen en vreest dat de Koerden achter de brandstichting zitten. Nou, ik sluit het niet uit, maar als er geen directe aanleiding is, hè, en dat is, we zitten nu in de ochtend van de gebeurtenissen, het is een onderzoek, laten we hopen dat dat niet het geval is, maar ik kan het natuurlijk niet uitsluiten. Ik bedoel, het is nu heel vanzelf dat je heel snel met de vinger gaat wijzen op het moment dat een Turkse organisatie wordt aangevallen. Dat je gelijk de Koerden gaat aanwijzen en als er omgekeerd is dat je gelijk de Turken gaat aanwijzen. En daar moeten we denk ik ook heel erg voorzichtig mee zijn. Ik denk dat het beste is om gewoon het politieonderzoek af te wachten. Gisteren demonstreerden Turken tegen de Koerdische PKK. Tijdens het protest werd de Koerdische vereniging in Rotterdam-West geïntimideerd. Wel vlaggen inderdaad en vooral ook het rondjesrijden, kijken van wie staan er en wat gebeurt er allemaal. En ja, je ziet al gauw, een beetje met provocerende gebaren zeg maar, zie je dat wel, ja. Bij beide groeperingen bestaat de angst dat het geweld vanuit Turkije overslaat naar Rotterdam. Op dit moment kunnen we wel zeggen dat het al is overgewaaid naar Europa om het even eigenlijk breder te pakken. Omdat er zowel in Duitsland, in Zwitserland, in België en ook hier in Nederland zijn er aanvallen geweest op Koerdische organisaties. Ook Koerdische demonstranten eerder van de week. In Amsterdam is dat gebeurd en ja, de dreiging van gisteren hier voor Rotterdam net zo zijn voorbeelden daarvan. We moeten kalm blijven. We zijn niet terroristen.